Funix in de ochtend. Met vanaf 7 uur start met Fernando. Iedere ochtend op Funix. 1. Wat is de grootste misvatting over het CDA? Wat is dat bij het CDA, dat je alleen op CDA mag stemmen als je christelijk bent? 2. Wie zou de klus als premier beter kunnen klaren? Sibrand Buma of jij? Allebei. Je moet eentje kiezen en zometeen komen we erop terug. Allebei. Allebei is geen antwoord. Ja, voor mij wel. Nee, Sibrand Buma of jij? En dan kun je er zometeen op terugkomen waarom. Ja, nou, dan zeg ik toch nog steeds allebei. Want het is maar net afhankelijk van hoe het allemaal gaat verlopen. En met wie kun je het niet goed vinden in de politiek? Tot nu toe? Ik kan het met de meeste mensen altijd goed vinden. Want ook als je het met iemand oneens bent, kan ik bijvoorbeeld waardering hebben voor het feit dat iemand zo gelooft in waar hij voor staat. Ja, het spijt me van alles, maar ik kan met de meeste mensen goed opschieten. Oké, nee, dat kan. Gelukkig wel. Wie is je grote voorbeeld? Ja, dat is altijd een vraag die aan politici gesteld wordt. En dan wordt er altijd verwacht dat je de naam van een heel groot en hoog iemand noemt. Ik word eigenlijk altijd geïnspireerd door gewoon vrijwilligers die zich dag en dagelijks inzetten voor andere mensen. Dat vind ik altijd het mooiste om te zien. En dat inspireert mij ook om hard door te blijven werken voor Nederland. 5. Als je 1 ding in je leven zou kunnen veranderen, wat zou dat dan zijn? Ik heb een neiging tot te laat komen. En dat is dat ik krijg ontzettend veel stress van. 6. Wat zou je doen als je niet in de politiek zou zitten? Ik was hiervoor advocaat, dus dan was ik waarschijnlijk nu op weg naar een rechtbank voor een zitting. 7. Noem een voordeel en een nadeel van al die tv-debatten. Een voordeel is dat je elke keer weer de gelegenheid krijgt om uit te leggen waar het CDA met Nederland naartoe wil. En een nadeel is dat je elke keer een gelegenheid krijgt om uit te leggen, enzovoort, enzovoort. Het is wel vaak een herhaling en dat hoor je ook wel van mensen om je heen. Maar ik vind het altijd, ik vind debatteren heerlijk, dus je kan mij niet vaak genoeg voor bellen. 8. Wat mis je het meest aan Volendam? Ik mis het niet, want ik kom er nog geregeld. Het is dit weekend kermis in Volendam. Vandaag de laatste dag, dus als ik hier direct vandaan kom, ga ik de dijk op. Oké. 9. Waar kunnen we je altijd voor wakker maken, behalve dit interview? Waar je mij voor wakker kunt maken, het liefst slaap ik natuurlijk door. Maar waar je mij voor wakker kunt maken, dat is een kind dat eng droomt. Dat sowieso, dat vind ik altijd zielig. En anders voor tompoezen en cashewnootjes. Oké. 10. Hoe ijdel ben je? Ik vind het wel belangrijk dat ik er netjes en verzorgd uitzie. Dus ja, daar besteed ik wel wat tijd aan. En hoe komen we uit de crisis? Door minder geld te gaan uitgeven, want we geven veel te veel geld uit. Elk jaar 10 miljard al aan rente vanwege de schuld die we hebben. Nou, dat is zonde van het geld. En we moeten hervormen. Bijvoorbeeld de arbeidsmarkt. Om weer te zorgen dat we een concurrerende economie blijven. Als je naar de virtuele peilingen kijkt, lijkt het alsof de tv-debatten zo van belang zijn, waardoor mensen een beetje gestuurd worden. Heb je het gevoel dat het CDA hierdoor een beetje het onderspit heeft moeten delven als je kijkt naar de manier waarop een Samsom en een Wilders weer en een Rutte weer zich konden profileren in die tv-debatten? Nee, Sibrand Buma heeft ook het CDA gepromoot. En het is maar net waar je van houdt. Ik spreek ontzettend veel mensen die houden van de nuchtere humor en de droge humor van Sibrand Buma. Maar die ook zien dat het een man is die ook de laatste tijd heeft laten zien hoe je een fractie in moeilijke tijden op lijn hangt. En het is een nuchtere Fries. En volgens mij hebben we dat ook nodig om de financiën weer op orde te krijgen. Volgende zaak.